Hi guys, om nabij een jaar geleden, oktober 2021, kocht ik een Apple Watch. En ik kreeg vrijwel gelijk comments en vragen van mensen van, oh, kan je laten zien wat er op je Apple Watch staat en hoe je hem gebruikt. Maar ik had toen al zoiets van, dat wil ik heel graag, alleen ik wil heel even voor mezelf uitvogelen wat werkt, wat niet, wat ik fijn vind. Voordat ik hem een week heb en dan al tips ga geven, terwijl ik eigenlijk pas een week die watch heb. Dus bij deze, we zijn nu ongeveer een jaar verder. Bijna een jaar. En ik gebruik hem elke dag. Bijna elke dag. En ik dacht, ik kan vandaag met jullie delen hoe, wat, waar. Mijn tips voor de Apple Watch en wat ik gebruik. Yes, let's go. Mijn Apple Watch is de Serie 7. En dit is een Milanees bandje, zoals dat heet op de Apple website. In de kleur goud. Ik heb ook wel een andere, een paarse, rubberen die ik heb besteld. Alleen niet officiële van Apple. En nog zo'n metallic andere die ik eigenlijk nooit draag. Maar ik vind deze super mooi. Dus ik krijg er ook heel vaak vragen over waar is je bandje van. Die is gewoon van Apple zelf. Dus het Milanese bandje. En ik heb 41 mm. Ik heb vrij kleine polsen. Dus alle armbanden en horloges en zo zijn altijd vrij klein, of nee, groot bij mij. Ja, ik vind hem goed matchen, maar een maat groter zou absoluut 100% te groot zijn. Als je zo kijkt, zo zit hij op mijn pols. Ik gebruik hem iedere dag, wat ik al zei. Ik ben echt gek op dit horloge. Eerst dacht ik van, ja, toen hij net uitkwam, dacht ik, ja, wat heb je eraan, Apple Watch? Toen ben ik allemaal video's gaan kijken op YouTube. Let op, want als je eenmaal down die rabbit hole gaat, dan ben je de hele avond Apple Watch video's aan het kijken. En nu bij deze dus mijn eigen ervaring en tips. Dit is het scherm dat ik gebruik. Je kan hem natuurlijk instellen op een ander scherm, maar dit is echt ver uit mijn fave. Dit is het scherm dat ik graag gebruik. Ik vind deze het allerhandigst, want je kan in één oogopslag heel veel dingen zien. Als eerste tijd, vrij groot hier in beeld. En eigenlijk kun je alles hier aanpassen. Dus je hebt, deze vind ik bijvoorbeeld ook wel fijn, dat je gewoon heel grote tijd hebt. Die gebruik ik ook wel eens. Maar ik vind die ander veel praktischer. Omdat je dus allemaal extra dingen hebt die je kan gebruiken. Die kan je zelf instellen. Dus als je zo doet. En je doet wijzig. Alright, ik heb nu op wijzig gedrukt. En nu kan je dus elk vakje, daar kan je wat anders inzetten. Zoals bijvoorbeeld, nou, ik heb nu het weer hier staan. Ik zal eigenlijk alles wel even delen wat erop staat. Oké, okay, we hebben hier de tijd. Dan hebben we daar de datum. Die vind ik ook handig om op te klikken en te scrollen. En dan kan ik mijn agenda zien van die dag. En natuurlijk, ik heb mijn planner die ik gebruik. Maar daarnaast gebruik ik iCal om alles in te zetten. En dat zie je hier dus. Gewoon in één oogopslag. Dus datum, tijd. Dan hebben we hier de wekker, alarmklok. Dan heb ik hier dus het weer. Ik merk dat ik dat gewoon heel vaak opzoek. Wat voor weer wordt het vandaag? Hoeveel graden? Gaat het regenen? Wat voor kleren moeten we aan? Dan heb ik hier de tijd bij Miami, oftewel Orlando. Dus dat is omdat wij natuurlijk ook veel zaken doen met Amerika en daarheen bellen en zo. En basically, het is nu hier is het 4:15 en het is daar 10:15 ochtends. Dus dat is, ja, soms heb je dat. Dan moet je even een telefoontje plegen en dan kijk ik even en denk ik, oeh, het is daar 7:00 ochtends. Nee, dat kan nog even niet. Ik moet even wachten. Dit is echt een hele grote tip. Dit is een app. Bij de apps ziet hij er zo uit. Cheat Sheet heet hij. En daar kan je dus allemaal een soort van mini-notities in zetten. Dat kan op je telefoon, dat kan in je horloge. En dan heb je allemaal mini-cheats van kleine dingen die je wil opslaan. Ik heb hier bijvoorbeeld een lijstje en dat is dan mee naar buiten. En ik struggelde daar een beetje mee toen, vooral toen Mila wat kleiner was. Toen heb ik voor mezelf gewoon een cheat sheet gemaakt. Kan je een symbooltje bij kiezen. Nou, ik koos die met wat neem ik mee naar buiten. En nou, dat heb ik allemaal bij elkaar gezet. En elke keer als ik naar buiten ging, keek ik even op mijn horloge. Tik, tik, tik. Even kijken, heb ik alles? Yes. En dat heeft mij serieus echt een beetje met die stress ervan geholpen. De anxiety. Maar ook bijvoorbeeld de wifi-code. Of, nou ja, gewoon random dingen. Een bepaald adres staat erin. Je kan het in ieder geval voice memo. Dus stel, ik ben ergens en ik moet iets opslaan. Dan open ik cheat sheet, nieuwe sheet. En dan doe ik met de voice memo, zeg ik hetgeen wat ik wil bewaren. En dat slaat hij op. Dan heb ik er nog een. Dat is deze dictafoon. En dictafoon is echt onderschat hoe handig dit is op je Apple Watch. Ik vertelde dit laatst ook in een vlog. En iemand reageerde me van, oh my god, wat een life hack. Maar wat ik dus heel vaak doe, is als ik bijvoorbeeld met mijn dochtertje ben. En ik leg haar op bed. En ik denk, oh, ik wil een voice memo bewaren van hoe ze nu aan het kletsen is. Of iets leuks, hoe ze aan het lachen is. Dan zet ik deze aan op mijn horloge. En dan hoef ik niet mijn hele telefoon erbij te pakken. Doe ik de dictafoon aan. Bam, record. En dat slaat hij dan op, maar ook op je telefoon. En vervolgens heb je dit soort leuke opnames. Chocolade. En dan heb je dit soort leuke dingen. Auto's.
auto's. En je, dit is van een boekje wat we samen aan het lezen waren. Maar dit zijn wel echt van die leuke dingen. En je doet het even stiekem, stiekem, bam, bam. En dan kan je zo op... Dit, ik stimuleer dit niet voor stiekem dingen opnemen die niet mogen. Dit is puur, nou ja, gebruikt voor mijn dochtertje. Maar goed, dat is ook eentje die we hebben. Maar dat is dus de laatste. En je kan dit dus ook wisselen. Ik heb een tijdje iets anders ook hier gehad. Maar ik merk dat voor nu werkt dit voor mij het beste. Oké, dan trouwens de kleur kan je natuurlijk ook veranderen. Ik heb hem nu op lila staan. En trouwens, om even te kijken naar de andere dingen. Deze vind ik ook wel geinig. Dat is die, die passig aan metallic water. Ik heb het wel eens bij een gala outfit had ik deze gedaan. Dat ik dacht van oké, die is wel interesting. Een soort kunstwerk bijna. Deze heb ik erin staan. Deze is hier thuis ook populair. Dat is Mini. En als je op haar drukt... Ja, dit is dus wederom voor Mila, mijn dochter, dan, voor het slapen. Dan zeg ik ook wel eens van, dan wil ze Mini even horen. Oké, okay, druk hem op en als je de 9 hoort, of de 8, of de 7, dan moet je echt slapen. Nou, dan zegt Mini toevallig dat het 19:30 is, dus het is echt heet om te slapen. Maar goed, die kan je dus ook helemaal veranderen van kleur en zo. Dat vindt zij ook leuk om te doen. Het is meer een soort gimmicky dingetje. Even kijken, was dat alles? Deze had ik. Dan een Sprite, die vond ik wel mooi. Maar praktisch, elke dag, deze. Ja, dit is als je drukt op Miami. Verder niet zo heel spannend. Oké, we gaan even kijken naar de apps. Want dit zijn ze. Ik heb er niet mega veel. Maar ik zal even laten zien wat ik nou echt gebruik. Sowieso die, als ik sport, fiets... Wandel, mijn hartslag gaat omhoog. Dan registreert hij sporten. Doet hij ook automatisch vaak. Maar ik zet het ook soms aan. Als ik naar de sportschool ga. Hartslag. Dan kijk ik echt even hoe mijn hartslag is. Omdat ik denk van oeh, gaat het wel heel hard of iets. Of, I don't know. Dan check ik even mijn hartslag. Deze is ook geinig. Dit zijn mini arcade games. Die je kan spelen. Niet dat ik dat de hele dag door doe of zo. Maar gewoon als je verveelt. Heb je telefoon niet bij de hand. Dan kan je hier spelletjes op spelen. Deze hoort, heet Arcadia. Deze is ook nice. Daar hou je bij hoeveel water je denkt. Waterminder. Dan moet ik zeggen dat ik hem niet goed bijhoud de laatste tijd. Ik merk dat ik een beetje slack daarin. Dus ja, dan kan je zeggen van nou, ik heb een glas van 250 ml gedronken of whatever, zoiets. Ik merk dat ik vooral de health dingen wel ja, echt denk van nou, die zijn echt handig. Obviously Spotify. Muziek luisteren. De walkie-talkie app, die is heel grappig. Niet dat ik hem per se gebruik of zo. Letterlijk één vriendin heeft hem. Maar het is, ik vind het wel een geinige gimmick. Dat als iedereen die een Apple Watch heeft de walkie-talkie app gebruikt. Dat je dan met elkaar kan walkie-talkie als je hem aanzet. Wat ik heel vaak gebruik is echt letterlijk elke dag met koken. Dat is, hey Siri, zet de timer op 1 minuut. Oh, ik heb een probleem met... Sorry, ons internet ligt eruit. Ik wist niet dat je echt internet nodig had voor Siri. Anyway, dan zet ik de timer om te koken. Dus dan doe ik... Hey Siri, zet de timer op 12 minuten, 15, whatever. Terwijl ik aan het koken ben. Dus je hoeft niks aan te raken. Dan zijn je handen, ben je, weet je wel, met groenten bezig. En dan kan je dat zo inspreken. En dat vind ik persoonlijk erg fijn. Dan, obviously, de rekenmachine. Die is altijd goed. Ik heb hier... Even kijken. Er zijn heel veel van die apps. Die zijn ook wel standaard, hoor. Dat je denkt van, ja... Het zit er standaard op, dus ik kan hem niet weghalen, maar ik zou hem niet per se gebruiken of zo. Podcast luisteren met oortjes. En of course bellen, dus dat je iemand kan bellen. Het heeft me wel eens gered dat ik mijn telefoon echt heel ver weg in mijn tas had, boodschappentas vast had, liep en gebeld werd. En dat telefoontje moest ik echt aannemen en vervolgens zit je met die zware tassen, maar dan gaat hij af en dan kan je dus bellen zo op je horloge. Dus dan staat... Het is wel luidspreker dan, maar dan... Hoi, hallo, ja, ik loop even met zware tassen, bla bla bla. Dat vind ik wel heel erg handig aan dit horloge. En ik weet dat er dus ook een versie uitkomt of aan zit te komen. Hij is er al in Amerika hier, ik weet het niet zeker. Met dat je los een simkaart hierin hebt zitten. Maar dat is voor mij echt niet boeiend. Ik heb toch altijd mijn telefoon bij me, dus dat is niet iets wat ik zou kopen. Want dan heb je ook een abonnement, geloof ik, van een tientje per maand. I don't know, ik weet niet. Toen ik deze kocht, was het helemaal van... Ja, je moet wachten, want die komt eraan, maar... I just don't care. Dat is echt voor mij zo niet... niet... Ja, dat is voor als je je mobiel graag thuis wil laten en je wil wandelen en je wil toch bereikbaar zijn. Maar over het algemeen neem ik hem wel mee. Dus. Oh ja, en natuurlijk de Activity Ring. Die dus bijhoudt hoeveel je beweegt. Dit is echt... Ja, dit motiveert wel om meer te gaan lopen en meer te bewegen. En het enige is, hij heeft me wel al in de problemen gebracht. Dat ik bezig was met een yogales waar iedereen helemaal ontspannen was.
En ja, mijn hart ging dan wel redelijk snel, want het was net een zware les. En vervolgens schreeuwt mijn Apple Watch, die ik op stil had gezet, je activity ring, of weet ik veel, je sport, ik weet niet wat hij zegt. Ik heb het verbannen uit mijn hoofd. Is nu vol voor de dag. Oh, het was echt zo erg dat ik dacht, nee, sorry guys. En vervolgens zei hij weer iets en ik dacht, stop talking, je zet me voor schut. Maar in ieder geval, ja, dat is het enige wat ik denk van, oké, dat vind ik irritant. Ik zal nog even mijn geliefde accessoire aan jullie laten zien waar ik echt heel blij mee ben. Moment. We zijn nu in onze slaapkamer en dit laaddokje is echt geweldig. Hij is van Apple zelf. Je kan hem zo inklappen. Dit is gewoon de kabel waar je normaal je iPhone mee oplaadt. Nou, doe je dus zo. Ik heb ook een neppe gehad. Ik dacht, oh, bespaar wat geld. Hij was nog steeds niet heel goedkoop of zo, maar ik probeerde het gewoon. Werkte voor geen meter. Het laadde echt absoluut niet op. Ja. Daar heb ik dus dit hoesje voor. En hier laat ik mijn horloge op. Zo. En ik heb ingesteld op nachtmodus. Eerst deed ik dat elke dag aan en uit, maar dat is echt onzin. Je kan het dus gewoon permanent aanzetten dat als je hem zo doet, kan je bij instellingen vinden, dat je 's nachts dit kan doen. En dan heb je dus een wekker. En dan zie je de datum ook. En een hack is als je hem dus andersom erop doet, dan is die zo. Kijk, en dan als je ligt, zie je hem zo. Ook handig. En als je een wekker instelt, dan staat je wekker heel duidelijk in beeld. Ja, ik vind het echt te gek. Ik doe hem eigenlijk voor het slapen altijd af. En dan hang ik hem hier aan. En ik zei al van, ik gebruik hem bijna elke dag. De enige dagen dat ik hem niet gebruik, is als ik vergeten ben hierop te doen. Omdat ik bijvoorbeeld, I don't know, toch 's avonds ging douchen. En toen deed ik hem af. En dan vergeet ik hem mee te nemen naar de slaapkamer. En vervolgens is hij leeg. Dat vind ik dan wel echt een nadeel, is dat ze raken zo snel leeg. Je moet hem elke dag opladen. Kreger heeft een Garmin, die kan echt, nou, volgens mij een week zonder op te laden. 5 dagen of zo. Maar dit vind ik wel echt een minpuntje hoor. Want wat nou als je eens een keer ergens vast komt te zitten of zo. En hij is echt bijna leeg. Nou, I don't know. Dat is dan wel bepalen. Maar verder. En verder, ja, ik vind hem ook qua stijl. Weet je, ik laat nu even zo zien. Gewoon met everyday outfitje. Vind ik hem gewoon echt leuk staan ook. Het is techie, maar ik hou ervan. Als in techie. Technology techie. Niet techie als in fout. Ik vind het wel leuk. Ik denk dat een groter op mij gewoon echt te groot zou zijn. En ik vind deze display vind ik ook gewoon, ja, het is gewoon handig. Gewoon praktisch ding. Ik vind hem helemaal leuk. Zelf gekocht, geen spon. Ja, ik hoop dat je iets hebt gehad aan mijn tips. Ook niet geheel onbelangrijk. Ik sta nu in de felle zon en ik kan hem lezen zo of kan zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zie hem wel goed. Dat vind ik wel echt heel, heel fijn. Dus ja, winter, zomer, zonnig weer. Ik zie altijd hoe laat het is, wat het weer wordt, temperatuur. Ik kan snel eventjes de wekker zetten. Ik kan snel een voice memo inspreken. Ik kan snel een cheat dingetje toevoegen. Dat is waar ik het voor gebruik. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer.